In september is ADO Den Haag gestart met het Eurofit-programma. Een leefstijlprogramma dat door een aantal voetbalclubs wordt aangeboden aan haar supporters. Afgelopen week ging ADO TV langs om te kijken hoe de mannen ervoor staan. Jennifer Vreugdehil, kiepster van de ADO-vrouwen, is vaste begeleidster van een van de groepen. Ziet zij al vooruitgang bij de deelnemers? Je merkt echt wel dat ze bijvoorbeeld de voedingsschema's aan het aanpassen zijn en dat ze ook met die sitfit echt bezig zijn. Van hoeveel stappen zet ik en toch proberen meer stappen te zetten en meer staartijd te creëren. Dus je merkt echt wel dat ze er heel erg mee bezig zijn. Dus dat is wel heel erg leuk om te zien iedere week weer. Zijn ze ook echt heel erg bewust bezig met ook de voeding? Want dat is een belangrijk onderdeel ervan. Ja, het is inderdaad een heel belangrijk onderdeel. Het is wel dat we kijken naar bij welke persoon wat te behalen valt. Bij de ene is het voedingsschema aanpassen, de andere is toch meer bewegen. En je merkt toch dat heel veel mannen, dat het toch wel makkelijk is om eventjes via McDonald's bijvoorbeeld te gaan. Om toch even dat hamburgertje te pakken. Of een bitterballetje of een biertje bij de, bijvoorbeeld een, in de kroeg. En dan merk je toch wel dat daar wel veel winst te behalen valt. Maar je merkt wel dat ze er echt wel mee bezig zijn. En dan hoor je ook verschillende verhalen uit de groep. Van ben ik een weekendje weg geweest. En vind ik toch wel moeilijk om dan me aan die voeding te houden, zeg maar. Dus, Ben jij ook een soort motivator in als coach? Moet je ze echt kunnen motiveren om de resultaten te bereiken die ze willen? Nou, ik zie het meer als begeleiden. Want ze zijn toch van zichzelf zijn ze eigenlijk allemaal heel erg gemotiveerd. En hebben ze zichzelf hier op te geven om ook winst te behalen. Dus het motiveren hoeft denk ik niet eens zo heel erg. Het is meer het begeleiden ervan. En als ze vragen hebben dat ze dan terecht kunnen komen. En toch weer wat informatie geven aan de mensen. En het is een ADO Den Haag is een blijvende voetbalclub. Is het dan ook voor die man het leukste als ze echt het veld op mogen? Ja, dat zie je wel. Dat ze de beweegsessie het allerleukst vinden. En helemaal als we lekker met die bal aan de slag zijn. En op het veld natuurlijk, dat is toch bijzonder bij je club op het veld. Dus dan merk je bij de mannen dat het echt het leukste is van de avond.